Een hele goede morgen mensen. Ik ben vandaag weer in de kerk. Het is een tijdje geleden, maar ik ga vandaag een vlog maken over teambeeld en geluid. En ik heb heel veel aanvragen gekregen over teambeeld en geluid. Ik had namelijk een paar apps gestuurd en iedereen zei gelijk, je moet een keer naar beeld en geluid. En dat is ook logisch, want die mannen die werken volgens mij keihard. Zijn nooit in beeld, dus ik ga ze vandaag een keer in beeld brengen. Nou, eerst ga ik even Teunis zoeken, want Teunis is, dus, nou, is een soort aanspreekpunt van beeld en geluid. Dus die kan vast een beetje vertellen hoe het allemaal gaat. Teunis, ja, wat is er eigenlijk teambeeld en geluid? Team beeld en geluid, ja, wij verzorgen de uitzendingen. Nu in de coronatijd is dat natuurlijk heel belangrijk. Voor de coronatijd focussen we ons speciaal op de kerkdiensten Ja. hier in het kerkgebouw. Ja. Nu ligt de focus meer op de uitzendingen. Het is natuurlijk, eerst was het ook belangrijk, weet je, dan zit je in de kerk en dan wil je ook dat alles goed gaat, maar ja, als het nu niet goed gaat, ziet niemand thuis. Dat is ook wel een verantwoordelijkheid, denk ik, of niet? Ja, dat is best wel een verantwoordelijkheid. Ja. En we hebben natuurlijk ook wel eens wat technische probleempjes gehad. Ja. En ja, dan is dat natuurlijk een domper voor de mensen thuis. Ja. Het enige voordeel is dan dat je niet alle gezichten naar je toe ziet gelijk. Inderdaad, je ziet Ja. geen boze Nee, gezichten. dat zie je, zeg ik nog wel eens. Als wij in de kerk zitten en er staat iets verkeerd op de beam, zie je gelijk alle gezichten op die kant op draaien. Hey Wim, jij bent. Oh, wacht. Vader! Eén tel. 1 minuut. Hey Wim, jij bent al best vroeg aanwezig. Ben je altijd een uur van tevoren hier? Nee. Ja, ik ben altijd een uur van tevoren om even wat dingen te controleren, want je wilt toch dat de uitzending heel goed gaat verlopen. Ja, doe je thuis ook al wat? Of, Ja, thuis ben ik ook altijd wel een uurtje bezig om alles voor te bereiden, alles klaar te zetten. Dus Oké. dat is de tijd die wij erin steken. Oké. Ja. Maar hoeveel mensen zitten bij jullie? Werken bij, of werken, ja, hoe noem je dat? Hoeveel mensen die. Goed verhaal! Ja! Nou, zijn handig met beeld en geluid. We hebben 14 mensen Zo. In het team zitten. Dus jullie kunnen ook aardig afwisselen nog wel. Ja, sommigen doen alleen presentatie en sommigen doen alleen beeld en geluid. En er zijn ook een aantal die doen alles. En hoe lang doe jij dit zelf al? Vanaf 2007. Dus dat Oh. is 14 jaar. Ja, dat is al best wel lang dus. Ja, toen zijn we er toen actief mee begonnen. Wat vind je er eigenlijk leuk aan om hier mee te helpen? Ja, het leuke is, je bent actief bezig met de dienst. Hè. Je doet het als een team. Hey, deze nieuwe kerk is ook dit ding gebouwd, of niet? Dat hadden we niet in de vorige. Nee, hier Nee. is regietafel is hier gebouwd. Ja. En het leuke is dat hij is gemaakt van de oude kerkbanken. Ja. Ja, dus dit is dus helemaal gemaakt. En je kan ze open doen ook Ja, hier. dit kan zo open. Hier zit al apparatuur achter. En dat is er allemaal ingebouwd Ja. door de leverancier. Ja, dus het leuk detail is echt wel dat het gemaakt is van oude kerkbanken. Wat we nu natuurlijk stoelen, heel veel stoelen ook hebben. Ja, Maar de banken over. de banken die open waren, er zijn er een aantal verkocht en er zijn er een aantal gebruikt om Ja. bijvoorbeeld dit meubel te maken. Ja. En wat ga jij doen nu? Nou, we gaan nu de kerkomroep aanzetten, dat we live gaan. Dus eigenlijk Dus heel simpel die knop. hier wordt de live verbinding mee gestart. Ja, Ja. en ook nog voor degenen die kerkradio hebben. Hebben we daar nog een knopje. Oh, precies, dat is echt nog voor eigenlijk de ouderwetse Voor de hele radio. ouderwetse Ja, manier. ja oké. Okay. Dus nu is het beeld. Ja, dit moet even opstarten, duurt er 5 minuten. Oh, dus zo meteen gaan we checken of het beeld is. Yes. Goed. Hoe ging het? Ja, super. Even Ja? wat stress volgens mij, hè? Maar dat is vooral bij Peter. Ja, De wat was er aan de camera hand? 3 die bleef hangen Oh. aan het eind van de dienst. Dus of halverwege. Dus je switcht even over naar de andere camera, of niet? Ja, alleen ik kon het pas regelen door alles opnieuw op te starten. Ah, oké. Okay. En dan Dus. was ik bang dat bepaalde beelden weggingen daar. Ja, oké. Okay. Nou, verder volgens mij helemaal goed, toch? Ja, Nou, ging mooi. super. Dus de dienst Dat zit was echt erop. goed teamwork. Ja, Ja. heel mooi. Nou, nu lekker koffie drinken zo Ja, thuis. zeker. Jij hebt ook contact met beeld en geluid, neem ik aan.
Ja, bij het orgel kan ik het zien. Dus ja. Dat is, hou ik wel een beetje contact met de kerk. Ja, en er was net, hadden jullie steeds overleg, want er was iets met geluid, of niet? Ja, ik hoorde niks boven. Dus het is lastig dat je de dominee niet hoort. Dat is vervelend, maar het is goed gekomen. Ja, dus af en toe moet je even een beetje improviseren natuurlijk, hè? Even opnieuw. Een hele goede morgen mensen. Ik ben vandaag weer in de kerk.